beste kijkers van de Nascar Day. Ik ben Tim. En ik ben Marijn. En wij gaan beginnen aan onze Let's Play Dungeon Defenders eigenlijk. De echte Let's Play nou. De campaign. Oh, heb ik hem nou wel... Heb ik hem... Op easy. Heb ik hem nou op Ik easy? Veel, we spelen gewoon, dat is toch leuk? Ja. Oh, even groot wekkertje. Toevallig, Tim. Moet daar eigenlijk andere namen hebben voor de filmpjes? Bijvoorbeeld, bij de koerhast had je eigenlijk Jeroen is een putsen, Jeroen is een zwerf. Ja, dat ga ik nog even aanpassen. Van wat het filmpje bekeken. Als ze daar één keer Jeroen in tikken, dan kijken ze gelijk al. Van, huh, zo'n naam. Of bijvoorbeeld, wat best Dungeon Defenders. Groen haar is in of zo. Bijvoorbeeld wat mijn poppetje heeft. Zoiets dergelijks. Mijn poppetje heeft groen haar. Bijvoorbeeld groen haar is in of zo. Dan gaan ze dat allemaal kijken. Omdat het veel eerder bekeken. Loot je ook nog even chest? Of we gaan wel gelijk beginnen? Ja, of een filmpje van Black and Yellow. En met dat Black and Yellow. Oh Tim, hij staat op hard of zo. Of op insane, man. Ik kas hem maar niet aan. Oh, insane. Ja, gelijk terug. Oh, insane. We zijn wel even op één, hoor. Gisteren hebben we heel veel van Curest geüpload. Ik ga de namen straks meteen aanpassen. Jeroen die was dus een beetje heel erg zwerverig. Hij is... Die was echt vervelend. Ja. Echt vervelend. We stoppen nou trouwens ook met Curest. Want, Jeroen heeft de map opgeblazen. Heeft hele map zitten afbranden, hè? Ja, afgebrand. Als jullie dat kennen, de Coerced. Nou, hij heeft dus met flint en steel. Heeft hij de Darkwood Forest in de fik gezet. Daar waren wij gebleven. Ja, en verder zijn we niet gegaan. Oké, Marijn. Toen moesten we wel stoppen, want het is helemaal kapot. Oké, doe maar. Nee, niet doen. Jawel. Mijn traps zijn beter. Ja, maar mijn traps zijn handiger. Nee, want daar... Ik ga maar twee keer mee. Wauw. Ja, daarom. Dat is manaverspilling. Nee, ik moet toch ook level up gaan? Ja. Ik ben erachter gekomen... Net precies waar ik een trap wil plaatsen, plaats jij weer een trap. Ja. Maar ik ben erachter gekomen dat die traps... dat het niets uitmaakt via XP, hoor. Nou, hè. Upgraden. Het gaat om het idee. Ja, oké. Die zijn echt nog meer chests? Die traps zijn eerder kapot dan dat ze een monster hebben gekillt, hè? Nee, er zijn niet meer chests. Tim, jij bent veel te sterk. Zoek een ander hobby. Ja, Dungeon Defenders is gewoon een van mijn favoriete games. Het is gewoon een mooie hobby. Moet ik een jaar reloaden. Trapt maar lekker in, jongens. Best wel jammer. Komt ie dan. Boom. Best wel jammer, want mijn nitro auto is kapot. Serieus? Ja. Hoe is hij kapot gegaan, Han? Trouwens, mag ik de mana? Hij is dus kapot. Oh, ik ben even. Hij is dus kapot gegaan omdat ik de gloeibezier te hard heb aangedraaid in de koeler. Ja, en toen was hij kapot. Onhandig. Ik had mij net toen nieuw gekocht, hè? Ja, het is dus goed bij mij is het kapot. Ja, bij mij is het gewoon altijd goed. Mag ik de mana? Dat is jouw stok. Dat zijn mijn boots. Hier heb je mana. Ik kan hem neem niet ik vragen. De next chest. Neem ik de next chest. De next 2. Alle bodies zijn goed. Gewoon alle bodies aantrekken. Alles wat je ziet, die is even goed. Die is voor mij. Ja, die is even goed als wat ik heb. Dus die mag jij best wel hebben. Ik heb nu alle armen, jij hebt dus nu alle mana. Ja, ik kan straks later toch wel alles upgraden en dat soort dingen. Marijn die heeft ook zat geld, want we hebben natuurlijk de... Ja, we hebben allemaal lekker zitten modden. Allemaal nou, nee, ik heb het... Jawel, bij de andere Let's Plays. Ja, ik heb het geld niet gemod, hoor. Nee. Maar... Oké, doe maar G. Ik heb bijvoorbeeld hoeveel M heb ik, mana. Dat is gewoon veel te veel. Ja. Maar dat is ook het leuke. Want dan moet je wel een jaar wachten. Dat je een beetje weer money hebt. Ja. Archer.
kan wel ketchup. En ik moet echt een grotere Mac nemen. Dus als ik ga me zo even upgraden. Hey, vaag. Ik spawn ik heel erg anders. Ik ben niet dood gegaan of zo, maar ik werd in één keer geteleport. Oké. Misschien gaan we ook nog aanpassen dat Marijn gaat filmen en dat hij dan ook gaat uploaden. Dat weet ik niet. Dan heb je net zoals... Dat kan wel, dat is wel leuk. Ja, dan heb je zeg maar een soort Marijncam. Of dat ik ook eigen films ga uploaden. Bijvoorbeeld de eigen Minecraft. Ja, kan wel. Hé, hey, betere crossbow voor mij. Ja, leuk. Betere armen voor mij. Nog een betere crossbow. Staf voor mij. Oh, deze schiet nog een echt betere snel. Moet zien hoe vet die ammo. Hey, ik kan er nog niet aan. Moet je zien hoe vet het eruit ziet. Oh, we moeten nou wel even opschieten, want ja. 15 minuten hebben we nog. Kun je geen langere filmpjes? Nee, ik kan maar 15 minuten uploaden. Dan moet ik even achterkomen hoe dat kan. Oké, doe maar G. Oh, had je al gedaan. Oh shit. Asje. Moet gauw uploaden. Ja, hij staat er. Uploaden, reloaden. Nee, dat ding bouwen. Oh, nou weet ik het dubbele. Nou weet ik twee keer zoveel. Deze monsters zijn nu sterk geworden. Hey. Ja. En mijn crossbow doet zo lang reloaden. Dat is echt super irritant. En hij schiet ook verschrikkelijk traag. Dus daar moeten we even iets aan doen. Al die arrows. Kan ik niet gewoon slaan, want dat is altijd veel sneller. Dan moet ik weer echt helemaal reloaden. Nee, je kan niet slaan. Ik heb zo, dat is dan wel gelukt. Ik heb wel een donderslijp staf, vind ik. Nog eentje. Oeh. Lekker veel traps bouwen. Ja, hier. Hier komen die ogers weer uit. Ogers zijn nog groter, hè, weet je. Oh, wacht. Ja, die andere minions. Minions, ja, dat wil ik dus ook net zeggen. Is minions of zo is het. Ja. Zes. Want die traps van mij, die hitten op zich best wel veel. Daar kan ik ze in één klap mee killen. Ja. Maar ze gaan maar twee keer mee. Dat is jammer. Dan moet je eigenlijk even wachten zodat je een paar keer level up bent gegaan. Kun je mij even wat mana brengen? Ik ga eerst nog even de andere kant. Ga ik nog eens een keer zo'n trap doen. Want volgens mij hebben we nog maar twee rounds, of niet? Ja, we hebben nog maar twee rounds. Dus gaan ze net precies even lang mee. Ja. Plaats ik die wel mooi op de trap. Oké, doe maar vast G. Kijk, ik heb oneindige ammo. Ik heb er echt last van. Ik heb ook oneindige ammo, maar ik moet alleen maar reloaden. Jouw trap zit ook best wel traag. Ik ben bijna zelf een trap, man. Maar ja, kijk eens. Jouw traps die hebben gaan maar twee keer mee. En die van mij die hitte traag. Dat is best wel te vergelijken eigenlijk. Ja, maar die van mij hit ook echt veel meer, hè? Dat weet ja, je wel. Oh. Volgens mij ligt daar iets voor mij. Die van mij heeft er 200 nog wat. Ja, boots. Oh, nice, staf. Asje tegen asjes. Maar ja, mijn touw is hitte 43. Mijn bommen hitte nog meer. Ja, jij hebt ze ook al geüpgraded, hè? Wow. Ja. Ik heb ze nog helemaal niet geüpgraded. Hey, je hebt mijn trap weggehaald of niet? Oh, nee, die staat er nog. Nee, ik heb ze niet geüpgraded trouwens. Oh. Ja, we kunnen met gemak. Ja. Ja. Ik wil weten waarmee ik moet gaan uploaden. Waarmee ik moet gaan renderen. Want laat in de comments achter alsjeblieft hoe ik langere video's kan maken via Fraps. Windows Live Movie Maker. Ik kan maar met Fraps kan ik gewoon 2 uur gaan uploaden. Maar dan moet ik ze allemaal in stukjes gaan knippen. Maar ik kan niet langer via Windows Live Movie Maker. Kan ik niet langer doen. Doe maar G. Maar via Windows Live Movie Maker kan ik de filmpjes niet langer dan 15 minuten maken.
Dus dat is best wel lastig. Ah, het leek net alsof er een baksteen op mijn hoofd viel. Was het niet ook gewoon zo? Dat er echt gewoon een baksteen op je hoofd viel? Oh, ze breken door, Tim. Maar we bestaan op medium. Nee, easy. Nou, dit noem ik niet echt easy, hoor. Misschien ligt het aan de traps die we allemaal hebben, hè? Even dood. Ik heb me zo van een hoekje gedrukt. Dan kan ik mooi een beetje van alle kanten afschieten. Secret room. Serieus waar? Ja, ik vloog net per ongeluk in een secret room. Hier tussen. Waar? Lachen. Serieus? Ja. Ze komen doorheen, Tim. Ja, no problem. Ze zeggen secret room. Hoe kom je erin dan? Ja, weet niet. Ik kan er niet in komen. Waar vloog je erin? Door zo'n pop? Nee, door die deur. Ik lag dan ook doorheen. Is mij. Nee, maar toen ik dood was, vloog ik daar doorheen. Oké. Deze map is echt creepy. Als je weet hoe dat komt, zeg het me. Hoezo is deze map in één keer creepy? Ik vind hem leuk. Oké, hij is wel leuk gemaakt, ja. Ho, Marijn. Ja, je bent aan die kant. Ja, ik sta aan deze kant. Wow, hou je dat vol? Oh, we hebben nog maar heel. Jij schiet echt vet snel, hè? Ik niet. Ja, ik heb nog een beetje lag, maar dat zou wel komen omdat ik nee. En dat het een vrij groot spel is? Ja, eigenlijk wel. Breek ze door? Ja, ze schieten met arrows. Die hou ik ook wel tegen. Oh, big dude. Oké, we moeten straks snel afsluiten. Heel snel, denk ik. Ik pak de laatste gauw. Gewoon nog een halve minuut. Ja. Ik heb hier de laatste monster, Tim. Oké. Ik ben hem nu aan het killen. Ja, oké. Kan niet net, echt niet, net iets langer, hè? Nee, dat kan niet. Helaas. Oké. Ja. Gauw afsluiten. Doei! Nee. Ja. Nou, dit was het einde van het paard. Ja. Het eerste paardje. Ja. Doei. Doei.